4-0, meine Damen und Herren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, gewoon doen. Ajaxide, van harte welkom bij een hele speciale special. We staan hier aan de rand van de heilige grasmat in de Johan Cruijff Arena. We hebben hier een hele toffe gast, namelijk grasmeester Roy van Dijk. En we gaan het hebben, omdat het nu toch een interlandbreak is, over een van de belangrijkste dingen in het voetbal. De grasmat. Ik wil alleen maar gras. Precies 3 centimeter hoog, ik wil alleen maar gras. Niet te nat en niet te droog. Kom gerust maar kijken, want u vindt geen enkele verdeffelijke plant op mijn gazon. Wist u dat dat komt? Roy, welkom. Ja, dankjewel. En wat mooi dat we hier te gast kunnen zijn aan de rand van de heilige grasmat. Ja, geen probleem. Gek. Ja, zeker. Roy van Dijk, jij bent grasmeester, toch? Ja, dat klopt. Field manager noemen we dat, ja. Ja. Nou, de andere Roy heet Loepie vandaag. Loepie, ook welkom. Ja, bij de bijnaam vandaag. Zo het moet dat... wel even, anders wordt het heel verwarrend. Roy. Met de Rolls Royce tegenover je. Juist. En Roy, jij bent 23 nu volgens mij? 24 geworden. Dus eigenlijk, nou, de arena was er iets eerder geboren dan jij bent. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En toch ben jij nu hier ook al de master van het gras, toch? Ja, zeker weten. Ja, ik heb 8 jaar terug ben ik hier gekomen als een stageloper. Ja. En sindsdien heb ik gewoon een heel traject gevolgd samen met mijn werkgever. En ben ik nu hier de field manager geworden. Zo, dat is een verantwoordelijkheid. Gaan we het over hebben, field manager, dat is toch wel een mooie term. Je hebt eigenlijk best wel veel benamingen voor. Jij noemde grasmeester. Ja. In Engeland is het de groundsman. Hij heeft ook terreinknecht, maar dat is een beetje denigrerend klinken ja. soms. Greenkeeper hoor je ook nog wel eens. Ja, klopt. Grasman, gewoon dit ook prima. Ja. Nou, voor terreinknecht, dat vind ik echt te weinig. Want ik heb hem een beetje in verdiept om in ieder geval het gesprek met jou goed te hebben. En jullie moeten zoveel weten en kunnen volgens mij. Dat vind ik echt super knap. Ja, je moet er echt altijd mee bezig zijn. Hè? Dus 24-7 ben je gewoon alleen maar bezig met gras in het stadion. Ja, hè? Ja. Hey, en jij komt uit Opperdoes. Dan ken ik Opperdoes van de aardappelen. Maar klopt dat een beetje? Ja, dat klopt zeker. Opperdoes eronder, ja. Heerlijke aardappel. Mooi. Echt te gek. Ja, nou, ook een hele goede autodealer. Maar goed, ik weet even de naam niet meer. Zit ook in Opperdoes. Maar goed, jij komt dus wel uit een omgeving waar landerijen, weilanden, groen, alles. Dat is wel iets waar je mee bent opgegroeid, toch? Ja, zeker. Vanaf mijn 13e was ik op het land te vinden om de Opperdoes eronder dan uit de grond te halen. Oké. Dus ik had altijd wel... was ik gewoon bezig met groen. Met groen en gewoon in de tuin aan de gang, zeg maar. Goed zo. Maar dan nog, jij was 15 toen jij je stage hier begon. Dat is best jong al. Ja, hoe dat ging klopt. Het allemaal? Ja, ik was eerst 14 jaar, toen kwam ik op de golfbaan terecht. En eigenlijk vond ik dat grasonderhoud op de golfbaan vond ik zo leuk. In de zomer bezig zijn, constant bezig zijn met gras. Ja. Ja, toen kwam het slechte weer eraan en de winter. En toen... viel dat weg op de golfbaan. Ja, dan ben je meer aan het snoeien, meer met andere dingen bezig. Ja, dat viel me toch een beetje tegen. Ja. En ik had geen klik met golf en wel met voetbal. En zo ben ik via met mijn mentor van school ben ik in de arena terechtgekomen. Goed zo. Was Paul toen, Paul Baas, was toen de grasmeester? Nee, toen nog niet. Toen was het eerst vanuit de arena zelf. Oh ja. En toen ik 2 jaar voor de arena heb gewerkt, toen werd de Enkgroene Golf aangenomen. Juist. Met Paul als field manager en een jaar onder hun... hebben gewerkt, ben ik als assistent geworden. Ja. En sinds dit seizoen de field manager. Tof. Wat heb jij met voetbal inderdaad? Want je wilde liever in een stadion, volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Ik heb ik voetbal sinds mijn 6e, denk ik. Oh ja. Gewoon altijd met een bal te vinden. Altijd op schoolpleintjes, voetbalveldjes. Ja. En ja, helaas dichter bij Ajax dan dit ben ik niet gekomen. Nah. Maar alsnog sta ik wel dicht bij de spelers op het veld. En ja, jij kunt nog gewoon hier s'nachts als het de lampen... We gaan het zo over de lampen hebben, mensen. We kijken naar de lampen die heel belangrijk zijn, ook voor het groeiproces en zo. Jij kan gewoon even de knieschuiven richting de goal maken, want je kunt het zelf repareren, toch? Ja, nee, dat klopt. Zelf zal ik dat nooit doen. En als een speler dat doet, dan beginnen toch ook wel een beetje mijn handen te kriebelen. Ik denk van, doe dat nou maar niet, want er komt extra werk voor ons erbij. Ja, precies. Maar goed, als een Ajax-speler dat doet en hij heeft gescoord en hij gaat op zijn knieën juichen, ben ik ook alleen maar blij, precies, natuurlijk. Ja. Gisteren was de koning er ook nog eventjes. Willem-Alexander, en die heeft ook even aan jouw product gesnuffeld. Ja, die had een grasplukje eruit geplukt uit gras. En die is toen
Ja. Ja, even aan gaan ruiken, zeg maar. Het is wel leuk dat hij dat doet. Ja, dat wat doet het nog met jou, Roy? Als je hier 's ochtends aankomt, hè, en je loopt hier al 8 jaar rond. Ja. Oké, je hebt de stap gemaakt, maar toch, je komt de arena in. Ik kan me zo voorstellen dat jij in alle vroegte al hier bent. Ja, voor ja. Dag en dauw. Nou, vooral op wedstrijddagen zijn we hier, zeg maar, als eerste. Zeg maar, voor de beveiliging zijn we, zeg maar, hier nog. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de eerste 2 weken dat ik hier werkte in de arena, was ik echt meer omheen aan het kijken dan echt naar het gras aan het kijken. Maar het is nu normaal. Ja, dit is gewoon mijn plek hier. En ja, wordt het normaal ooit? Ja, wel. Natuurlijk heb je met, als jij met wedstrijden in het stadion zit weer vol en overal camera's en er zijn overal weer mensen bezig en zo. Ja, blijft het altijd een speciaal gevoel. Maar ja, het wordt op een gegeven moment toch ook wel gewoon je plek. Je bent hier, ja, ik ben hier bijna vaker dan thuis. Dus, Nou ja, ik zit hier met de wedstrijden hier vlakboven op 4-12. En dan zie ik inderdaad in de rust, kijk altijd best wel een beetje jaloezig naar jullie. Hoor. Ja, dat ik denk, man, hoe te gek zou het zijn als je nu langs de rand van het veld zit. Met bij wijze van spreken een hooivork in je hand. En de rust in jou klinkt. En je mag gewoon even het veld op. Ja, nou ja, we zitten een beetje prikken. Ja. We zitten dan niet met een hooivork nou, op ja, langs de kant. Ik overdrijf een beetje. Maar met een harkje. Maar ja, inderdaad, dat is natuurlijk super gaaf. En helemaal als Champions League wedstrijden hebben. En dat muziekje start in. En al die vlaggetjes. Ja, dan lopen wij nog op het veld. Ja. Ja, dat blijft altijd speciaal. Ook al doe je 100 Champions League wedstrijden, dat blijft altijd speciaal. Ja, precies. Maar gras blijft voor jou dus ook blijkbaar heel speciaal. Toch? Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Ja, je bent er dag en nacht mee bezig. Gewoon echt 24-7 en helemaal in een stadion als de Arena. En samen met het bedrijf de Eén Groene Golf, die ze zelf ook de vernieuwers noemen. Ja. Dus je bent er constant mee bezig met meten, met data, met het weer, met het dak open of dicht, met lampen. Maar wat als je dan hier niet bent? Want jij zegt 24-7 en dat geloof ik meteen. Maar je bent ook wel eens gewoon thuis. Je mag ook wel eens op vakantie, toch? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk gewoon een goed team. Maar kan jij vanuit huis de conditie van het veld Ja, zeker. Ja, we hebben sensoren in de bodem zitten, 12 stuks. En we hebben sensoren in het dak hangen en op het veld staan. Dus die geven mij altijd, elke minuut, gewoon de data door van de kwaliteit van het gras. En zo kan ik ook bijsturen bij plekken van, ja, dan zie ik wat die droger wordt. Dan ga ik hem beregenen, zeg maar, speciaal op die plek. Maar dat kan je vanaf afstand doen? Ja, alles vanaf afstand. Gek, je hebt een grasdashboard, heb ik wel eens begrepen. Ja, wij hebben inderdaad een dashboard. Ja. En daar ben je gewoon constant aan het kijken. Soms is het ook niet goed, hoor. Soms moet je ook een beetje aan je vrije tijd denken, weet je wel. Soms als ik s'nachts wakker word en ik weet dat er een buitje komt, dan ga ik toch nog even kijken van, regent het wel echt? Ben je wel eens een keertje echt totaal in een paniek en een stress geschoten? Want dan was je thuis. En dan kwam er opeens een enorme donderwolk met ellende over de heen. En toen denk je dan dacht van shit, eigenlijk moet het dak dicht of zo. Nou ja, dat niet echt. Nooit echt in paniek. Want ja, alles wordt gewoon van tevoren. We weten eigenlijk alles al wel. Dus omdat je zoveel meet, zoveel data hebt, kan je alles wel een beetje voorzien. Maar buien is nooit erg ook. Je hè? Kan ook vanuit op een douche, kan je op een knop drukken en gaat het dak dicht. Ja, het klinkt bijna het einde van de wereld op een douche. Maar zelfs daar hebben we gewoon goede verbinding. En dan kan je gewoon op een knop en dan gaat hier het dak dicht. Bestaat ook het dak dicht doen, dat niet. Nou, dat moet altijd via de beveiliging gaan. En dat gaat hier binnen in het stadion gebeuren. Dat centraal. En ja, het beste is natuurlijk ook gewoon van tevoren aangeven natuurlijk. Maar op jouw commando, zullen we maar zeggen. Ja, en het is ook niet altijd als er een bui komt dat wij het dak dicht doen. Sommige mensen denken dat wel van, het regent, het dak van de arena zal wel dicht gaan. Juist niet, want het regen van bovenaf is juist het beste wat je kan hebben. Ja. Even het team, want met hoeveel mensen werk je samen? Ja, dat verschilt heel veel met wat voor wedstrijden we hebben. Maar normaal hebben we 3 vaste jongens die hier lopen. Ja, door de week, Door de week. Met wedstrijden komen elke wedstrijd 6 vrijwilligers bij, 5-6 vrijwilligers. Ja. En wat mooi is aan ons team, wij weten gewoon alles wat we van elkaar verwachten. We weten wie wat moet doen. De sfeer is gewoon perfect in ons team. En dat is volgens mij de basis van een goed heel team belangrijk, hebben. Dat is heel belangrijk, zeker. En is het dan alleen dit veld? Ja, wij doen echt puur deze 7800 vierkante meter. Ja. En voor de rest komen wij nergens. Ja, de Eén Groene Golf heeft natuurlijk genoeg golfbanen en andere plekken. Maar waar jullie worden hier gestald, zeg om dit veld te onderhouden. Je niet de wel velden buiten of de toekomst. Nee, of zo. De toekomst doen we niet. Nee, dat is in beheer van Ajax. Ja, En wat is het grootste verschil, als je dat zou moeten aanduiden, tussen een open wei, zeg maar. Hè? Dus een grasveld wat laten we het veld hier buiten nemen. Licht of buiten licht. Ja, natuurlijk het licht. Maar dit is een heel dicht stadion. Tuurlijk hebben wij onze voordelen met het dak, hè, als het regent of als het koud is, dat we hem kunnen sluiten. Maar aan de andere kant is een heel dicht stadion. Kijk, er komt nooit een zuchtje wind binnen. Als er buiten een storm is en ik ben de hele dag binnen, merk ik niet dat het stormt, zeg maar. Je hoort het wel, maar gek, je voelt niks. Nee. En dat zijn toch wel elementen die je nodig hebt om ook gras te laten kweken. Dus wij moeten alles bijsturen met lampen, met beregening, met ventilatoren.
Goed, ik wil even iets laten horen uit 2010. Okay. Er waren die lampen net gekocht. Ja. We horen Henk Markerink en ook Han van Wees. Een van jouw voorgangers ooit hier natuurlijk. En toen stond het er nog helemaal niet zo heel florissant voor. Maar ze waren wel heel blij. Ze waren onderweg, zeg maar. Ja. Het is wel een duur systeem. Het is, op dit moment is het nog aanzienlijk duurder voor ons dan een paar keer per jaar een nieuwe grasmat leggen. We zijn nog niet helemaal uitontwikkeld. Het zou best kunnen zijn dat met verdere perfectionering dat we in elk geval een break-even realiseren ten opzichte van de situatie hiervoor. Dus dat het ons niet meer kost. Maar anderzijds, ook de emotionele winst is winst. Ik bedoel, het is natuurlijk toch wel heel erg prettig nadat je 10 jaar heel veel gezeur hebt gehad over het gras. Dat mensen zeggen van ja, je hebt de beste mat op dit moment in het land. Dat geeft ons, directie, maar ook de mannen, de grasjongens die het moeten doen, wel een heel prettig gevoel. Eén klein puntje van kritiek. Er wordt misschien nog te veel uitgegleden op het veld. Ja, daar ben ik heel blij mee dat je die vraag stelt. Want het punt is eigenlijk, en daar heb ik nog steeds heb ik daarover met technische staf en met spelers ook en zo. Vooral in deze tijd, waar dan ook in Europa, moet je gewoon met 6 noppen spelen. Door die blades en andere dingen krijg je te veel of in wezen te weinig druk op de noppen. En dan kom je niet in het gras. Nou, Roy, we gaan het even uit elkaar pellen als je het goed vindt. Want er zitten heel veel onderdelen natuurlijk in, ja, waar jij dagelijks mee te maken hebt. Eerst maar eens even de lampen. Als ik achterom kijk, want jullie kijken direct naar het veld. En zie ik allemaal lampen met verschillende kleuren ook. Vertel eens erover, want het is wel een belangrijk ding, hè? In de klimaatbeheersing. Zeker. Ja, zeker. Ja, wij hebben eigenlijk al vanaf moment 1 dat de grasmat hier ligt, lampen erop staan. Mocht de temperatuur het toelaten. Want als het te hoog is, ja, te veel temperatuur is ook niet goed. Nee. Maar wij hebben gewoon delen op het veld wat gewoon nooit zonlicht krijgt. En nu zie je wel dat er een deel in het zon zit. Ja. Maar dat is misschien 1/3 van het veld. En meer wordt het ook niet. Nee. En in de winter helemaal geen lamp of helemaal geen licht. Dus moet je alles bijsturen met lampen. Ja. Dat is wel goud. En die verschillende kleurtjes, waarom is dat? Want wij zien blauw en een beetje roodachtig en zo. Ja, dat is een testunit. Dat is met LED-verlichting. Ja, okay. Dat is nu gewoon nog een testfase. En daar gaan we gewoon mee testen en kijken of dat beter is. Beter is. En jullie blijven natuurlijk de hele tijd ook ontwikkelen en testen. Ja. Dat is eigenlijk nooit een einde. Nee, wij zijn constant gewoon aan het denken van hoe kan het nog makkelijker en hoe kunnen we nog beter het onderhoud plegen, zodat de kwaliteit gewoon vooruit gaat. Ja, nou, is opvallend. Het ging Moeten we Roy nog uitleggen? Nee, was niet. Ja. Nee, maar we hoorden net Henk Makerink en Han van Wees, ja, de toenmalige grasmeester, ja, over ja, het langzaam maar zeker proberen op te lossen van de problematiek die er 14 jaar ervoor lag. Ja. Dat was een beetje een keerpunt voor mijn gevoel ook wel. Klopt. Volgens mij wel, werd zeker, toen de mat ook als beste van Nederland verkozen. Toen wonnen ze die prijs. Dat was echt gigantisch. Want maar daarvoor, goed, je hebt natuurlijk zoveel ellende meegemaakt eigenlijk vanaf de opening. Zo. Dat Michael van Praag zei, nou, op dit veld, daar staan we altijd al met 1-0 voor. Nou, dat was natuurlijk een hard gelach, ja, in de jaren zeker, daarna. Zeker. Met koeien op het veld en protesten. Heb en je daar wat van spelen meegekregen, Roy? Want toen was je nog heel jong. Nou ja, wanneer je zegt, de arena was er eerder dan mij, dus ik heb dat niet persoonlijk allemaal meegemaakt. Maar natuurlijk heb je wel ook de verhalen gehoord en beelden gezien. Ja. Maar wat ik zeg, ja, nu zijn we wel gewoon in opwaartse mars, dus het wordt eigenlijk alleen maar beter. Nou, ik denk dat het het beste compliment is, ja, voor de huidige grasmat, dat je er tegenwoordig zo weinig over hoort over het veld in de arena. Ja. Totdat er weer eens een keer een polletje verkeerd om ligt, dan zegt iedereen, oh, die grasmat van de arena. Daar zou jij denk ik ook wel mee te maken hebben. Ja. Ik erg me daar heel erg aan. Wij kijken nu, en het hoeft heus niet te zeggen omdat Roy naast ons staat, maar op een biljartlaken van het veld. Ja, en volgens mij is het dan de laatste jaren niet anders geweest. Ja. Gaat het echt uitstekend. Daar komen we inderdaad waarschijnlijk zo meteen nog wel op. Ja. Maar ik denk dat het altijd beklijft aan de arena dat er een waardeloze grasmat ligt waar mensen op uitgeleiden. Nou, en dat is natuurlijk wat jij zegt is waar, maar misschien wel het grootste compliment. En daarna gaan we weer kritisch doen, hoor, Roy, is het goed vindt. Maar ik kom het stadion altijd in als supporter. En als die mat er dan zo bij ligt, dat is, ja, zo te gek. Ja, kijk, zelfs door het verleden ook, die Loopy, ja, net schetste. Dat je denkt van, jezus, hier kan gewoon goed op gevoetbald worden. Dit, ja, hoort bij Ajax of zo. Ja, kijk, zelf zijn we natuurlijk al super kritisch. Willen we altijd maar beter en het beste gewoon haalbaar hebben. En ik weet zeker, als wij zo kritisch zijn en wij al tegen elkaar kunnen zeggen van, nou, hij ligt er echt mooi bij. Dan, ja, weet ik zeker dat nou, een groot deel van die 55.000 supporters dat ook tegen elkaar zullen zeggen. Nou, en dat is gewoon ons doel. Ja. Nou, dat die mat er goed bij ligt, vind je bijna een vanzelfsprekendheid. Of ja, zo. Maar dat is dat natuurlijk helemaal. Nou ja, hier denk ik niet, omdat we natuurlijk die ellende gehad dit hebben. Dit mag wel even, Loopy. Ja. Gewoon even. Groot applaus. Top. Thijs moet er even in. Vind, ja, ik dank wel. Dankjewel, dankjewel. Je hebt echt verdiend. Maar serieus, wat ik net zeg, als supporter, man. Je komt
stadion in, je ziet die mat en je hebt er zin in. Ja. Dat is onderdeel van de hele beleving van mensen. Ja. Echt zo. Ja. Nou, deze mensen stoppen niet met klappen. Dat is ook weer een beetje te lang misschien. En terecht. Echt terecht. Applaus heb je echt zeker verdiend. We hebben het over het licht gehad. Je hebt die lampen natuurlijk. Maar factor, andere factor is natuurlijk lucht, luchtbeweging, wind. Gebrek daaraan vooral, toch? Want daar staan die grote ventilatoren misschien. Ja, we hebben 12 ventilatoren in het stadion staan die tussen de lampen, dus niet onder de lampen, want dan heb je dubbele verbranding van het vocht. Okay. Tussen de lampen staan en die gaan altijd gewoon 's nachts aan. Dus als je een vochtige nacht hebt, dan in ieder geval het gras gewoon droog blijft, zeg maar. Want dat is gewoon wel belangrijk voor de gezondheid van de mat. Ja. Dat die gewoon één keer per dag sowieso droog is. Dus eigenlijk wat moeder natuur normaal gesproken schenkt aan het veld. Ja. Wauw. Ja, doen jullie eigenlijk op een, kunstmatig is het misschien niet, maar op een alternatieve manier, toch? Ja, dus, ja klopt. De fotosynthese heet dat volgens mij. Als je met biologie goed opgelet hebt, had je inderdaad zonlicht, wind, water en dat gaat dan in zo'n cirkeltje rond. Ja. 24/7. Fotosynthese. Fotosynthese, nee. Toch? Of ja, toch? Ja, weet ik of niet. Ja, Roy. Ja, ik heb het heel snel laten vallen, biologie, Roy, moet ik eerlijk bekennen. Nou, ik biologie ook, hoor. Oh ja. Natuur kunnen, wat is het? Wat moet je hier vooral voor kunnen? Voor een grasmat onderhouden. Ja, je moet gewoon verstand hebben van gras, zeg maar. Het klinkt dat heel gek, maar je moet gewoon weten wat je moet doen om de plant gezond te houden. Ja. En dat is wel leuk om te vertellen, denk ik. Een plant gezond te houden is misschien helemaal het andere uiterste van een grasmat goed hebben voor een speler. Ja, tuurlijk. En daarin moet je wel gewoon een balans vinden, zeg maar. Dat die op de wedstrijd goed is voor de speler, maar als de wedstrijd af is, ook weer goed wordt voor de plant, zodat die ook gezond is en we wil groeien. Ja, nou, dan gaan we het even inderdaad over de spelers hebben, over de technische. Jullie hebben contact met de technische staf, neem ja, aan, zeker, toch? Vertel eens hoe dat gaat in zo'n wedstrijd. En het is nu Champions League ook nog, dus het is een druk programma, komt er weer aan, hè, na de Interland break. Ja. Hoe is het overleg? Nou ja, kijk, wij hebben sowieso, en dat is misschien wel een van de belangrijkste data die ik binnenkrijg, is een spelersbeoordeling van de spelers, zeg maar, van Ajax. En daarin kunnen ze gewoon aangeven wat ze van de hardheid vonden, wat ze van de grip vonden. Elke wedstrijd. Want dan kun je echt die fine-tuning vinden tussen de data en wat de speler vindt. En een optimale grasmat voor hun neerleggen. Want uiteindelijk moet Ajax hier, zeg maar, op voetballen. En wat hun fijn vinden, dat gaan wij naartoe werken. Ja. Dat is sowieso wel een belangrijk punt. En daarnaast hebben we gewoon altijd contact met technische staf. Mocht er een keer wat gebeurd zijn of de tegenstander heb getraind. Want als Champions League is, dan mag de uitspelende ploeg trainen. Ja. Dan kunnen we dingen vertellen. En als we iets korter hebben gemaaid of iets langer hebben. Of over de beregening of over het dak. Ja, dat zijn wel punten. Dat moet met Ajax wel worden besproken, zeg maar. Ja, dus dat is wel belangrijk. Han van Wees hebben we net gehoord. Die had het over lange noppen, pennen, huppakee en dan voetballen. Was toen echt nog een ding dat ze spelers veel nog uitgleden en zo. Hoe ga je dat dan in een rapportje? Mogen ze erop zetten? Ja, draaien ging goed. Of, nou, wij, hebben dan, hard, wij doen dat onder het kopje grip. Dat is gewoon zeg maar, wat grip is. Alleen, ja, wij hebben hier een hybride grasmat liggen. Dat betekent dat er ongeveer 8-9% kunstgras erin zit. Dus ja, dan mensen heb je al luisteren even. Hè? Dus de haat tegen kunstgras niet doen. Voor 10%, 9% niet doen. Want dat is belangrijk, toch? Het is dus nodig. Ja. Nodig, ja. Toch? Nou, maar voor ons is dat wel het stukje waar de noppen zeg maar, komen. En dus wel een bepaalde grip hebben, zeg maar. Dus de grip is daardoor ook gewoon beter. En hebben wij minimale uitglijders. Ja. Jullie hebben ook van die apparaatjes, heb ik gezien, waarmee je dus de hardheid kan meten. Die bounced zeg maar terug en dan krijg je een waarde of zo. Ja, dus we kunnen hardheid meten, we kunnen grip meten. En dat zijn wel de punten die wel en wij op worden beoordeeld door de spelers. Ja. En daarop dus kunnen fine-tunen. Vonden we hem iets te hard, dan hebben wij een waarde van, ik zeg maar wat, 80, gewoon een voorbeeld. Ja. En ze vonden hem iets te hard. Dan zorg ik dat hij keer erop 78 is. Daar kan je naar toesturen. Maar toch, hè, want nu maak ik het even ingewikkelder voor je. Er is altijd een balans tussen wat jij als grasmeester vindt dat een grasmat moet hebben in lengte of in hardheid of in luchtigheid misschien wel. Juist omdat hij data gestuurd. En je hebt de technische staf, die wil die wedstrijd winnen. Ja. Zeg ik even stom. En die wil een mat die snel is bijvoorbeeld. Ja. Hè, in de passing. Zo. Hoe hou je dat in de gaten? Nou ja, uiteindelijk heb je zelf natuurlijk ook wel gewoon na zoveel jaar de ervaring. En weet je wel wat je moet doen om de mat op een optimale staat te krijgen voor de wedstrijd. Dus dat is wel belangrijk. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, het gaat toch om dat Ajax hier voetbalt. Of het Nederlands elftal hier voetbalt. Ja, dan moet je toch ook wel een beetje naar luisteren, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus maar reageren zij niet voor jouw gevoel te veel vanuit de onderbuik? Maar ik vind het glad, punt of zo. Ja, weet ik. Ik noem maar wat. Ja, natuurlijk. En dat moet je ook wel filteren, hoor. Dat moet je ook wel filteren. Ja. Soms zie je zelf natuurlijk ook wel gewoon dingen en dan weet je het ook wel. Ja. Maar het is wel gewoon belangrijk dat Ajax een goede mat hebt. Ja. En misschien een beetje vergelijkbaar op de toekomst waar ze op trainen. Dus we hebben gewoon goed contact en dat gaat altijd prima. En
ik zeg, het is nooit, nooit lastig of zo. Nee. Hey, in hoeverre is het nu zo dat, we hoorden net Henk Markerink ook zeggen, we moeten er in ieder geval een paar per jaar nog, hè, dat was een tijd lang natuurlijk zo, nieuwe matten erin gooien. Hoe vaak is dat nu ongeveer? Nou, wij doen eigenlijk globaal, zo, hè? Dus, sowieso één keer per jaar gewoon na de zomerstop een nieuwe mat. Want daar zijn hier gewoon zoveel concerten. Dan wordt er gewoon 2 maanden afgedekt. Dus dat wordt gewoon inberekend. Ja. En de vorige mat, dat kwam natuurlijk ook door corona, hadden we geen evenementen. Die lag er toen 3 jaar in. Ja. Dus we hebben ook al eens een seizoen gehad, 3 mat in 1 jaar. En nou was het 1 mat in 3 jaar. Dus dat, ja, dat weten mensen dus ook niet. Dus zolang er eigenlijk alleen gevoetbald wordt, zou je kunnen zeggen, hoef je zo'n mat ook niet meer te vervangen hier in de arena. Nee, dat klopt. Maar wij hebben ook gewoon, we hebben een grasmat. Die moet gewoon bespeeld worden door de voetballers, logisch. Wij hebben ook wel eens in het seizoen gewoon een evenement. En ja, omdat we zoveel meten en omdat die mat zo slim is, kunnen we die evenement ook op zo'n mat houden, zeg maar. En dan wordt die gewoon afgedekt en dan kan die mat blijven liggen. Doet het soms pijn als hij eruit moet of niet? Dat je denkt, weet je, want je hebt maandenlang heb je dat ding, ja, of dat je moet afdekken, gemeten. Dat je denkt, shit. Ja, maar misschien ook, dat weet ik, ja, niet. Doet, nou, het, ja, pijn, ja, niet? Het is toch jouw werk, wat een hoppakee eruit gaat. Nou ja, als hij eruit moet, tuurlijk denk je van, hij ligt nu mooi en hij moet eruit, jammer. Maar aan de andere kant, het hoort er ook bij. En je weet dat je weer een nieuwe grasmat krijgt. En dat je daar weer een uitdaging hebt om die ook weer optimaal te maken. Ja. Dus dat vind ik juist ook weer heel mooi. En ja, mooi is het als jouw mooie mat ook weer gebruikt wordt voor andere dingen. Ja, heb je. Zo'n nieuwe mat, kan je daar meteen op spelen? Of, want deze is natuurlijk dan vanaf eind juli, denk ik. Ja, eind juli. De Ajax ging weer, Johan Cruijffschaal neem ik aan, was de eerste wedstrijd hierop. Nee, Shakhtar Donetsk. Oh ja, Shakhtar hebben we natuurlijk nog gehad. Ja, precies. Hoe lang heeft zo'n mat nodig voordat jij zegt, ik geef groen licht. Groen licht, mooi. Mm. Om deze mat... Rood licht. Ja, het kan ook Loepie nog. Mag ook. Ja. Zie, nee. Zit er tijd tussen inderdaad, als je echt bespeelbaar kan je meteen... Shakhtar Donetsk was 4 dagen nadat de grasmat erin lag. En 3 dagen daarna was zeg maar de Johan Cruijffschaal. Dus waarin 7 dagen dat de mat lag, hebben 2 wedstrijden erop gehad. En de mat heeft zich prima gehouden. Ja, top. Dus dat is nog steeds de mat waar wij nu naar kijken. Ja, zeker. Ja, wij zien het met het blote oog. Ja, dit is wel, dit ziet er wel tip-top uit. Hij is, ja, wel strak. Zeker. Hey, ja. Maar heb jij nog een verschil? Want Oranje komt hier natuurlijk voetballen. Ja, klopt. Is er een verschil in de wensen en eisen van de technische staf van Oranje of Ajax? Of is het... Dat is niet echt zo. Dat is niet zo. Nee, ja, het is wel meer dat wij de doelnetten moeten worden vervangen, zeg, oh, ja, maar. Het is nu rood en het moet oranje worden. De goede kleuren moeten eruit, sporters. Ja. Ja, 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 helaas. Maar goed, ja, dat is een beetje het enige. En voor de rest, ja, hebben wij hem altijd op 1 niveau. Ja. Zo'n wedstrijd toch, hè? Want daar hadden we in het begin kort ook even over. En dan zie je dus, noem even Bergwijn, even op zijn knieën maken, die schuivert naar die cornervlag. Ik vind het zelfs als ik televisie zit te kijken bij wedstrijden, ik denk van, oh mijn god, daar gaat het gras. Toch of niet? Ja, dat was dan Berghuis die dat Berghuis, deed. Berghuis, ja, nou, dat niet van Berghuis. Ja, tuurlijk, maar het hoort er ook allemaal een beetje bij. En het is gewoon een voetbalveld en tuurlijk, jij kan wel denken van, oh, dan maakt hij weer de sliding, oh, dan gaat er een stukje gras eruit. Het hoort er ook bij. Een voetbalveld is om te spelen en daar hoort ook gewoon schades op te komen, mm-hmm, na een wedstrijd. En de ene wedstrijd is het meer dan de andere wedstrijd. Ja. Maar dat hoort er gewoon bij. En ja, het is voor ons de taak om te herstellen. Is het dan te repareren ook? Zijn dat soort dingen als die knieën er vol in gaan, zeg maar, is dat, ja, te repareren? Dus na de warming-up lopen wij met 8 man het veld op om dat te repareren. En in de rust doen we het, zeg maar, weer. Ja. En na de wedstrijd gaan we met 10 man zitten we er gewoon bovenop. Zetten we de lampen er weer op. En de, ja, dagen daarna weer vroeg beginnen om alles te herstellen. Ja, even zonder het nou meteen een soort tuincentrum hier te maken. Maar gaat het dan weer hechten en zo aan de onderkant als je hem weer teruglegt? Ja, het is niet dat er echt de hele plaggen uitvliegen dat je echt iets moet terugleggen. Nee. Maar het is wel eens dat er een klein stukje gras uitgespeeld wordt. Ja. Of je doet daar weer een beetje nieuw gras uit in, bij wijze van spreken. Of je tikt het van de zijkant dicht, ja, zodat er geen schade meer is. Okay. En sproeien, want het is ook niet een heel, het is een heel sproeisysteem ook nog onder. Ja, toch? Ja, heel sproeisysteem ook in het derde veld. In de fotosynthese. We hebben licht gehad, we hebben, ja, wind gehad en nu krijgen we het, ja, water. Ja, het water, ja, het water. Nou ja, er zitten sproeiers, zeg maar, in het veld en ook, ja, op de lampen. Ja. Dus waar de lampen staan, okay, natuurlijk, hè, meer verbranding, zeg maar. Dus dan moet je ook gewoon sproeien. Dus dan doen we gewoon een paar keer per dag even die sproeiertjes aan, dat is lekker. Ja. En voor de wedstrijd zitten ze gewoon in het veld. Ja. Ben je niet eens een keer rot geschrokken toen zo'n ding opeens ging sproeien, zonder dat het moest? Eigenlijk dat, tussen warming-up en dat is wel mijn grootste angst dat, ja, gebeurt. Maar wij zetten, ja, altijd de schakelaar uit. Dus mocht er een keer wat ingesteld staan, dan kan dat niet aangaan. Nee. En wij moeten ook wel na de warming-up moeten wij ook sproeien. Soms als de technische staf dat zegt, als spelers, ja, dat zeggen.
En als we gewoon zelf merken dat hij te droog is en in de rust ook. Dus dan zetten we die pomp aan en dan gaan we gewoon sproeien. Maar dat doe je dus ook vanuit het dashboard. Je kan zeg maar per sproeier aangeven. Jij moet dan aan, jij moet dan aan. Ja, gewoon met de telefoon. En, dus dan hoef je niet meer handmatig. Nee, je hoeft niet met tuinslangen of dingen over het veld te lopen. Je weet het niet. 23 mm? Of wat is de ultieme voetbalmat lengte van het gras? Ja, wel tussen... 2 kontjes hoog. Nee, Loepie. Oh, dat, zijn hele dat is in de zomer altijd. Ja. Dan kan het altijd wel, ja. Nee, nou, dat is wel rond 23, 25 millimeter, daar een beetje tussenin. Ja. Dus dat is wel het beste. Oké, en dan heb je natuurlijk ook nog 10% kunstgras erbij zitten. Ja. Dan krijg je een helemaal mengsel. En dan moet het ook nog eten, hè, volgens mij. Niet? Gras moet ook voeding hebben. Ja, toch? Natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, dat doen we gewoon eens in de zoveel tijd. En ook kun je dat weer aflezen vanuit het dashboard. En ja, natuurlijk hebben we ook wel zelf de ervaring dat we weten op welk moment uiteindelijk dat we eigenlijk moeten bemesten. Maar ja, uiteindelijk gaat het ook prima. Hey, ja, het kunstgras. Dat is niet zichtbaar met het blote oog. Nee, toch? Je ziet het niet. Nee, je ziet het niet. Maar nee, het zijn vezels of zo die dan beter hechten aan de grond. Of zie ik dat verkeerd? Het zijn vezels die zijn in de grasmat geprikt. Dus er zit 18 centimeter onder de grasmat en 2 centimeter erboven. En we maaien zeg maar op dan 23, zeg maar wat. Ja. Dus dan zie je dat niet. En dan, je merkt er alleen wat van als je maar waar voetbalt. Waar is het nou voor nodig dan? Ja, gewoon... En niet dat ik erop tegen ben, hoor, want volgens mij, misschien wel dankzij ook deze toepassing, gaat het zo goed. Maar ik kan me voorstellen, jullie halen zo'n mat bij een kwekerij. Ja, ik zal het meteen wel uitleggen. Klopt. Daar zitten die kunstgrasvezels nog niet in. Nee, daar zitten kijk, wij hebben altijd gewoon 2 opties. Je hebt ook zeg maar een hybride mat, dat is gewoon echt een rol waar kunstgras al in zit. Zeg maar, als een kunstgrasmat, dat is gewoon ingezaaid en die rol je ook weer uit. Ja. En wij hebben een optie om gewoon een normale grasmat neer te leggen en de kunstgrasvezels erna in te prikken. En dat is gewoon puur voor de stevigheid en de grip die je gewoon nodig hebt. Weet je wat, Loep, als jij nou zorgt dat Roy even wat te drinken krijgt, wil je even wat hebben? We hebben de bar naast de rond van het veld nu staan. We hebben nog geen biertje, maar je moet nog werken. Ik moet nog werken inderdaad. als ze die lijn allemaal verschenen. Je kunt het Loepje heel moeilijk maken, dan zeg je, doe mij maar een melk met of chirons of zo. Weet nee, je? Colaatje is goed. Colaatje is goed. Dan heb je even wat drinken ook erbij. Kijk eens, jongen. Zo, hoppakee. Als je maar niet op het veld gooit. Nee, want wat doet zo'n bierdouche voor het veld? Heb je er last van trouwens? Klote, nee. Stom, drink bier op, zou ik zeggen. Nou, uiteindelijk is het ook wel prima voor het gras, maar ik zeg zelf wel, drink je biertje gewoon op. En volgens mij zijn de prijzen ook zo hoog dat het dat je het beter kan opdrinken. Het is gewoon, het is toch gewoon lekker een biertje. Maar het is niet dat het er even, want je hebt voeding, je hebt sensoren, bier is daar niet slecht voor. Nee. Mooi. Maar nogmaals, drink het maar gewoon op. Wij zijn ook groot geworden met een biertje, Errol. Precies. Als jij je blikje nou open maken, hoor. Dan ga ik toch ook even vragen, want die voeding die erin gaat. Ik heb wel eens gehoord dat er in Ransdorp kaas wordt gemaakt met arenagras. Oh ja. Ja, dat klopt. Dat is vroeger. Is dat nog steeds of niet? Ik weet niet helemaal zeker of dat nu nog steeds zo is. Nee. Maar dat was ons gemaaide gras. Dat werd naar een boer gebracht. En die maakte daar inderdaad arenagras uit. Dat, waar het naartoe ging, toch? Ja. En dat was schapenkaas, heb ik wel eens begrepen. Ja, dat vond ik wel heel tof. Ik heb geen verstand van kaas. Ik vind het wel lekker om te eten. Maar nee, maar jullie hoeven niet een containertje gemaaid gras nog naar Ransdorp te sturen. Ons gemaaide gras, dat doen we in een container. En dat brengen ze gewoon naar een boer, denk ik. Ja. Ja. Nou, goed zo. En dat gebeurt misschien dus nog wel. Heel goed. Heel goed. We hebben het net over de toekomst gehad en de open wei en zo, hè. We hebben het over al die sensors gehad, ook onder het dak. Dat weten mensen ook niet. Volgens mij zit ook wel iets van een stationnetje of zo, of niet? Nou, dat is meer een weerstation. Ja. Meer een weerstation. Ja, maar... Maar die geeft jou advies of jij dat dak dicht moet doen, ja of nee? Ja, nou, dat weerstation, want daar hangt niet helemaal. Dat haal ik gewoon van de weersites af, zeg maar, wanneer het gaat regenen of niet. Weeronline.nl. Ja, maar dat is wel handig. Zo simpel is het. Wel handig om te weten van hoeveel regen is er gevallen, wat is de wind. Dat soort dingen is wel gewoon belangrijk om te weten. Nou, zeker. En nou hoor ik heel veel dingen. Ik hoor iets over data-analyse. Klopt. Ik hoor toch ook dingen die met de natuur te maken hebben. Gras en zo. Het lijkt me echt een ongelooflijk moeilijke baan, man. Toch? Ja, jij vindt het allemaal normaal met je 24 jaar. Het is zeker niet normaal. Het is zeker niet normaal. Maar juist omdat iedereen er ook zoveel van vindt. Ja. Als jij een keer, zou je werk een weekje niet zo goed doen, hangt zoveel vanaf. Ja. En je krijgt zoveel kritiek weer. En dat probeer ik ook net te zeggen. Precies. Die open wond van de arena die iedere keer weer opengehaald wordt als het na 5 jaar een keer iets slechter lijkt te gaan, weet je wel. Dan heb je meteen weer kranten vol met mensen die zeggen, helemaal, de arena met die grasmat. Tuurlijk. Terwijl het gaat al jaren, 2010, gaat het eigenlijk al
echt goed hè? En steeds beter. En ik zou bijna zeggen perfect. Nou ja, maar daar steek ik jou misschien iets te veel veren mee. Nee, ja, kijk, perfect. Ja, ik vind het wel een beetje lastig om te zeggen. Want er kan altijd wat gebeuren. Natuurlijk hebben wij een super slimme mat. En zijn we er altijd mee bezig. Zitten we er bovenop. Weet je. Als ik straks thuis kom, ja, ik ga toch nog even naar het dashboard kijken. Of ik ga toch nog, hè, nog even wat doen, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk, als er zoveel mensen wat van vinden, ja, dat is ook. De uitdaging is des te groter, zeg maar, om het juist goed te doen. Ja. Ja, en daar ga ik wel heel goed op, zeg maar. Ja, maar als supporter wil ik helemaal niet Calimero klinken of zo. Maar het is altijd, oh, de Kuip, dat heeft de mooiste gast. Ja, dat komt misschien ook wel, hoor. Misschien heb jij daar inzicht in, of hebben jullie daar... Maar ik kan me voorstellen. Even kort voor Roy. Volgens mij staan jullie altijd wel in de top 3. Afgelopen jaar waren we tweede geworden. Klopt. VVCS is zo'n partij die dan... met de aanvoerders volgens mij... Ja, de uitspelende ploeg. Daarvan de aanvoerder die mag een cijfer geven van 1 tot 5. Na de wedstrijd geeft hij zeg maar een cijfer en daar komt een eindstand uit. Nou goed. Wel interessant dat op het moment dat je een periode speelt en de cijfers zijn wat minder goed. Dat is misschien, weet ik veel, januari, februari, wanneer de weersomstandigheden anders zijn. Nou. Maar dan zou het denk ik juist met al die techniek die jij vertelt, het voordeel juist naar de arena kant moeten gaan, toch? Ten opzichte van... Ik noem maar wat de Kuip. Stel dat daar een pak sneeuw naar beneden valt. Wij doen hier het dak dicht. Ja, tuurlijk. Goeie, lijkt me wel, ja. Ja. Ja, wij doen wel het dak dicht inderdaad als het gaat sneeuwen, dat klopt. Maar goed, kijk, de Kuip, die mannen daar doen echt gewoon een perfecte job. Hè. Die mat ligt daar ook gewoon bijna altijd goed. En die is ook goed, hè. Hoor. Je boek helemaal niet... Nee, zeker, dat is ook zo. Maar het is hier in de arena, dat je zegt, ook wel een beetje naam en imago stempel, wat we hebben. Maar als wij niks horen, dan weten wij ook dat we het goed doen, zeg maar. En als we wat horen, is het ook mooi. Als het zeg maar niet goed is, ook... Ik hoor dat het, als we het niet goed doen, dan weet dat het moet verbeteren, zeg maar. Maar ik vind het ook eigenlijk, maar misschien vind je dat anders hoor, Roy, een beetje een oneerlijke concurrentie. Want je bent met mensen in Zutphen, zag ik ook, je hebt het field manager, hè? Dat is dat blad toch? Klopt. Hè, voor de mensen die het niet weten, dat is voor mensen als Roy, grasmeesters, vakblad is, zeg maar. Ja, vakblad. Ja, en dan word je vergeleken met een mooi sportcomplex ergens in het oosten van het land bij Zutphen. Ja. Ze gaan kijken naar de Kuip, wat natuurlijk ook compleet anders is. Ja. En hier... Op beton, hè? Je zit nog steeds op een parkeergarage, toch? Ja, het is maar 60 centimeter grond wat eronder zit. Is veel moeilijker, zeg ik. Ja. Toch? Ik zou zeggen, de hele parkeergarage weg. Ja. Een veld naar beneden, op maaiveldniveau. Tribunetje extra erbij, dan hoef je geen derde ring erop. Maar juist een ring er beneden. Ja, ja. En dan ben je er toch? Helpt dat? Zou dat... Volgens mij doet het dak ook dingen. Helpt dat? Wat ik zeg? Ik vind het wel mooi, want dan heb je connectie met de aarde, zeg maar. Ja, ik weet het niet. Geen idee. Los van mij gaat het nu gewoon prima en moeten we zo doorgaan. Ja, goed zo. Los van het geld wat het allemaal gaat kosten. Doe maar de ring erbovenop dan. Ja. Wat weten wij nou niet? Want jullie doen keurig ook die doelen. Waarom staan die extra doelen er altijd naast die nooit gebruikt worden bij de warming-up? Nou, wel eens toch? Ja, niet heel vaak. Nou, dan ben je niet vroeg in het stadion. Nee. Klopt. Ik val door de mand. Ik zit hier achter jullie op 115, dus ik ben niet op tijd. Nou ja... Kijk, de keepers kunnen daar beginnen met de eerste warming-up. Dat geeft ook de mat een beetje wat extra schade. Want de keeper die gaat van links naar rechts sliden. Ja. Dus dat doen we altijd op de hoek van de 16 meter. En als ze dan op een gegeven moment doorgaan met de warming-up, gaan ze het echte doel gebruiken. En halen wij die oefendoelen, zo noemen we dat, oefendoelen. Ja. Halen wij ze weg en dan gaan we. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in. We hadden natuurlijk laatst met het teruggebericht van Piet Schrijvers. Dan zie je ook de foto en beeldmateriaal. Hoe die grasmat er echt destijds uitzag in het 16 meter gebied. Zo. Eigenlijk waar dus continu noppen op staan en keepers aan het duiken en het bewegen zijn. Ja. Kan ik me voorstellen dat je met zo'n warming-up doel, een stukje ernaast, niet meteen dat hele 16 meter gebied naar zijn malle moer helpt. Nee, dat klopt. Maar dat je dat een beetje spaart. De keeper die staat natuurlijk altijd in beweging op één positie. Ja. En anders die andere 20 spelers, zeg maar. Ja, die doen het over een heel veld. Ja. Dus die hebben het overal. Anders, en die kiezen op één plek. Grappig is ook, je hebt natuurlijk hier altijd de Richard Witsche-pokaal met de jongen uit de jeugd die dan gaat hoog houden. Ja. Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden stond het ventje altijd op de middenstip. Dan was die hele middenstip, die was al helemaal zwart, omdat het gras eraf was. Nou, hij heeft nu een goede plek, het is moeilijker geworden. Kleine balletje. En hij staat op een matje. Ja. En wat meer in de hoek, op een plek waar die misschien toch of niet rood. Ja, die mat die leggen wij altijd neer inderdaad, op een plek waar wij denken dat het gewoon kan. En als je van het matje afgaat, dan is je ook af, zeg maar. En dus ook hij mag niet op het gras meer komen. Nee. Alles voor de wedstrijd. Goed zo. Ja, top. Wat zijn nou, Roy, ontwikkelingen die jullie in de gaten moeten houden? En waarvan je denkt, van daar kijken we steeds naar. En dan kunnen we nog op ontwikkelen. Is dat met licht? Of volgens mij kunnen we met alles moeten we gewoon blijven nadenken. Over hoe kan het nog makkelijker en hoe kan het nog beter? Ja nu zijn we dan, wat ik zeg, flink aan testen met lampen en kleuren licht. Ja. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Maar ook met het scannen van de grasmat, want dat doen we ook. De vitaliteit en hoeveel schade je hebt na een wedstrijd.
daar blijven we toch ook nog steeds gewoon mee bezig doorontwikkelen. Scannen, jij zegt scannen, dat doe je even zo een beetje zo casual tussendoor. Maar hoe scan je dat nou dan? Nou, wij hebben achter op de maaier hebben twee scanners zitten. Dat is niet deze maaier die je nu ziet lopen. Komt er eentje langs? Misschien hoor. Ja, we horen hem. Mooi, toch goed geluid. Daar zitten dus niet op deze, maar niet op deze, want dit is gewoon... Want we zondag ook een wedstrijd hebben, dan willen we ook geen bandensporen erop hebben. Er zit op een zitmaaier, erachterop zitten twee sensoren. En dan kunnen we twee dingen meten. Zeg maar dan de vitaliteit, dus hoe gezond is de grasplant. En de dichtheid, dus hoeveel gras staat er. Dus als je dat voor een wedstrijd doet en na een wedstrijd, weet je ook waar de schades zijn en weer extra moet bijzaaien. Wow, dus je krijgt een heel gescand overzicht van het veld. Je ziet en gewoon een plekjes op zien. Je ziet gewoon een veld en dan zie je gewoon dronken groen is bijvoorbeeld goed. Ja. En als het wat lichter is, dan is het iets minder. En dan kan je die plekken ook extra bijzaaien. Die heb ik me ook altijd wel afgevraagd. Volgens mij is het antwoord heel simpel, maar dan mag jij zo uitleggen. Dat maaien, tenminste, je ziet vaak in de horizontale banen over het veld die donkere kleur en die lichte kleur. Ja, dat klopt. Die vraag krijgen we echt serieus heel vaak. Ja. En het is juist voor het camerabeeld het mooiste als de lichte kleur echt licht is en de donkere kleur echt donker is. Nou, het is gewoon puur het gras, welke kant je dat opmaait, zeg maar. Je hebt soms ook wel eens een stoffen bank of een kussen. De ene kant een vrij is het licht, de andere kant is het donker. Dat fluweel, weet je wel. Ja, dus eigenlijk heeft een graspriet een donkere kant en een lichte kant. Nou, dat niet helemaal. Je hebt gewoon een kant waar het licht meer opvalt. Dus als je de ene kant opmaait en de andere kant... Ja. Pak je zeg maar, dus toch een beetje de schaduw, zeg maar, zo zeg ik het dan. Ja, dus als je omdraait en aan de andere kant van het veld gaat staan, dan is de lichte baan een keer donker en de donkere baan een keer licht. Ja. Hey, jij had net over welke. Waar kan het nog beter, zeg maar? Of, kijken jullie ook wel eens in de keuken bij andere stadions? Die vergelijkbaar zijn met de arena. We zeiden net al, de Kuip is niet vergelijkbaar, want die is veel opener. Daar komt wel wind en regen en zonlicht naar binnen en hier niet. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het Emirates Stadium van Arsenal of San Siro of Bernabeu. Ja. Die zijn ook gesloten. Tegen zij van jullie of andersom? Ja, ik vind het sowieso goed als we gewoon veel contact hebben met andere stadions. Van wat doe je en waar ben je mee bezig en wat zijn jullie ontwikkelingen. Maar ik denk dat je altijd gewoon, elk stadion is anders. Het maakt niet uit of je een arena in Rotterdam gaat zetten of ergens anders. Het blijft altijd een aparte situatie. En met aparte wedstrijden of evenementen. En dan blijft het wel moeilijk. Kijk, tuurlijk als hun advies geven over bepaalde dingen, dan kun je er toch over nadenken. Ja. Maar je moet altijd gewoon ook je eigen kennis erbij gebruiken. Maar gebeurt het ook andersom? Dat kan ik me best voorstellen. Dat stadions die misschien nu nieuw gebouwd worden, die ook multifunctioneel zijn als de arena. Parkeerplaatsje eronder. Met een parkeerplaatsje. Nou ja, die heb je bijna niet, maar die wel enigszins te vergelijken zijn. Die dan zeggen, hey, hoe de arena dat in 25 jaar voor elkaar gekregen heeft. Je hebt heel veel kennis natuurlijk opgebouwd. Precies. Ja, nee, dat zeker. En uiteindelijk hebben we ook echt geen geheimen erover, hoor. Dus als er stadions komen die vragen hebben, we kunnen altijd met ze in gesprek gaan. Je lappengek en dan leg ik alles uit. Nee, ik denk dat er ook gewoon dat de graskwaliteit in alle stadions moet natuurlijk ook, uiteindelijk ook gewoon nog beter worden en ook meegaan met innoveren, zeg maar. Ja. Dus ja, daar staan we gewoon altijd voor open. We gaan altijd gewoon het gesprek aan. En ik zeg, we hebben verder geen geheimen erover. Ja. Dus dat is prima. En Roy, er speelt een hele goede Van Dijk in Engeland. Klopt. Is Engeland voor jou ook een beetje waar je naartoe zou willen? Want het is een beetje, de Walhalla was vroeger in ieder geval, Loepie, toch? Ja. Engeland, daar hadden ze de mat, hè? Dat was mooi. En ook met het maaien, weet je. Dat is een mooie patronen liggen, strak. Ook wel mythisch misschien, hoor. Ja. Ga jij ook een transfer maken, of niet? Nou ja, wie weet, dat weet ik nog echt niet. Ik, ik had 8 jaar terug een droom toen ik hier kwam werken. En dat was om hier field manager te worden. Ja. Nou, dat is me nu gelukt. En nu ga ik me gewoon volop focussen op wat hier gebeurt. En ik zie het allemaal wel. Het is wel een speler, hè? Dat is hoe het gaat. Je bent ook net een speler van de toekomst. Die, ontwikkelen. En we kijken nog en zo. Maar je weet nooit het wat het ligt aan een goed plan, hè? Is het een goed plan voor je? Dan, genoeg betalen dan. Nee. Dus waar hou je wel in de gaten? Roy, Engeland, hè? Dat is wel even, je weet het nooit. Gedroomde land. Wie weet. We hebben nu ook al te maken, we hebben gisteren de algemene beschouwingen gezien, hè. Het was weer lekker modder gooien naar elkaar. Waar wil ik heen, zou je denken? Nee, maar het gaat volgens mij heel veel over energie en dat soort dingen. En Arena staat ook voor dat ze innovatief zijn. Want het kost nog wel een klap energie. Met die zeker. Nou, Arena heeft natuurlijk zoveel innovatieve ambities, zeg maar. En wij met de Eng Groene Golf ook. Ja. Dus wij blijven ook met hun meedenken van hoe het allemaal nog beter kan. En ook gewoon energie-neutraler, zeg maar. Gewoon dat we minder brandstoffen gaan gebruiken. En je ziet, mijn collega die is nu aan het maaien met een elektrische maaier. Ja. We hebben een elektrische trekker aangeschaft. Dus uiteindelijk willen wij ook gewoon met hun meedenken. En die is echt nieuw, hè? Die zagen we net even staan glimmen, dat ding. Ja, klopt. Een paar weken is oud. Een paar weken staat er nu in de arena. Werkt mooi prima. Ding, man. Ja, jezus, zeker. Ja, te gek. Ja, en dus met al die zonnepanelen, zelfvoorzien bijna, toch? Niet staan of niet? Ja. Met batterijen, alles erop en eraan. Ja. Dus uiteindelijk wel. Ook daarin veel ontwikkelingen. Zeker. Ja. Ja, mooi.
Roy, dankjewel man dat je dat allemaal zou willen uitleggen. Ja, geen probleem. Dat is helemaal tof, denk ik, voor iedereen. Dat je dus ook weet, als je hier het stadion binnenkomt, je goede gevoel wordt ook gemaakt door die mooie mat. Ik zou bijna dat applaus nog een keer eens. Nou, het is echt, we hebben natuurlijk zo'n ellende meegemaakt. We hebben, ja, weet je, die... Heel mooi, komt hij weer. Nee, maar die jaren inderdaad dat meegemaakt dat de Admirals en zo in dat speelden, weet je. Helemaal, die speelde pas aan het eind van het seizoen, april volgens mij, startte die competitie. Ja. Gingen ze 8 keer per jaar de hele gras met dat mallemhoeren werken. In een tijd dat Ajax probeerde nog kampioen te worden of weet ik veel, play-offs te halen. Mannen van minstens 120 kilo. Hoorde je ook geluiden over verf of perensap om het allemaal maar een beetje toonbaar te maken. Moet je kijken waar we nu staan, man. Ja. Dat is echt wel... Verf je nog wel eens? Mooi. Nee, nooit. Nee, alleen de lijnen. Ja, precies. En de lijnen. Nou, helemaal te gek. Ja, te gek. Mooi, man. Goed gedaan. Heel tof. Jij bent hier nog heel eventjes, omdat we één dingetje nog hebben. En dat is onze vaste rubriek. We geven altijd het weg. Okay. Dus dan gaan we raden wie je hoort. Er zijn altijd een Ajax-iet. En je mag hem niet verklappen, zeg ik, Roy. Maar Loopy kent hem, denk ik wel. Wie ben jij? Who are you? Het moment dat je het veld op gaat, weet je, met die fakkels allemaal en het geschreeuw, dan voel je die kriebels. En op het veld ben je het helemaal kwijt. Nou, daar helpen jullie ook aan bij. Als het veld goed is, zijn die kriebels ook snel weg, kunnen ze lekker voetballen. Lekker. We hebben hier een prijs, Loopy. Dat is een boek en het gaat over de fictieve winst in 2010 van het WK. En het is echt wel een grappig boek, want die man die heeft heel veel goede research gedaan. Als je nou had gewonnen, hoe was het dan gegaan uiteindelijk? Nou, we hebben natuurlijk een interland hier voor de deur staan, dus dat is een beetje een themaprijsje. Ah, ja. Mensen kunnen weer naar redactie@svajax.nl mailen. We moeten even de administratie doen, Roy. Redactie@svajax.nl, lidnummer, postcode, je naam en het goede antwoord. En dan kan je dit mooie boekje uit onze Ajax Live bibliotheek, uit de krochten van onze bibliotheek komt dit boekje. Vonden we leuk. Mooi. Dus Roy, hartstikke bedankt. Ja, zondag Nederland-België volgens mij hier. Hè? Ja, een leuk wedstrijdje, toch? Ja, dat is een groot uitvak. En veel Ajax-ieden in de selectie. Dus we hopen op een mooi debuut ergens van Taylor of zo. Dat zou leuk zijn, toch? Dat zou wel te gek zijn. Ja, maar normaal heb ik nooit zo heel veel interesse in Nederlands elftal. Moet ik heel eerlijk bekennen. Bij zo'n eindtoernooi begint te kriebelen. Hoewel dit komende eindtoernooi mij helemaal gestolen kan worden. Ja. Een andere discussie gaan we misschien nog wel eens over hebben. Tuurlijk. Maar als er dan heel veel Ajax-ieden erbij zitten. Is lekker, en zo'n Taylor zelden, hij mag invallen, dan kijk dan wel iets meer. Ik vind de beste keeper vind ik Pasveer nu, dus misschien kunnen we daar nog op een keer. Die keepersdiscussie, mooi is dat, hè? Ja lekker, goed. Hè? Is wel goed. Ja, dan ga je als... Nee, laat maar. Ja. Roy, dan haal je 16 Loopy, buitenlandse jullie spelers. Moeten je gaan insmeren, zie ik, want die zon die staat er bovenop. Ja, dank jullie wel, Roy, Loopy, en tot de volgende keer, Ajax-ieden. Joejoe.